Dit is Funda. Dit is Funda. Dit is Funda. Dit is Funda. En ik ben Noortje. UX staat voor User Experience, oftewel gebruikerservaring. En waar je als UX'er eigenlijk de hele dag mee bezig bent, is ervoor zorgen dat mensen Funda op zo'n fijn mogelijke en makkelijk mogelijke manier kunnen gebruiken. In het geval van Funda betekent dat dat je op een fijne manier naar een huis kan zoeken en makkelijk in contact kan komen met de makelaar. En natuurlijk maken we ook nieuwe functionaliteiten om Funda nog beter te maken voor gebruikers. Als UX-designer bij Funda ben je eigenlijk een allround designer. Dat betekent dat je je bezighoudt met onderzoek tot aan visueel ontwerp. En zo vertalen we eigenlijk alle inzichten uit onderzoeken naar goede oplossingen voor bijvoorbeeld makelaars, verkopers, kopers en ook bewoners. Deze zetten we om in een soort grove schetsen van een pagina, om te bepalen wat de structuur van de pagina zou moeten zijn om het makkelijk te kunnen doorlopen. Deze ontwerpen leggen we voor aan gebruikers, om er zeker van te zijn dat het op een natuurlijke manier gebruikt kan worden. Dan pas maken we het definitieve ontwerp waar mensen ook het merk Funda in herkennen. De uitdaging van een UX-designer is eigenlijk altijd om een balans te zoeken tussen de complexiteit van het systeem aan de ene kant en het gebruiksgemak aan de andere kant. Als jij bijvoorbeeld een huis vindt dat je interessant vindt en je wil daar contact voor opnemen met een makelaar, dan wil je niet te veel over nadenken over de stappen die daar aan vooraf gaan. Dat soort processen, daar werken wij eigenlijk elke dag aan om dat heel makkelijk te laten overkomen. Als wij een nieuw design voorleggen aan een gebruiker en ze kunnen niet exact benoemen wat we hebben veranderd, maar wel dat het fijner werkt, dan hebben wij als UX-designer ons werk goed gedaan.